Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik sta hier nu nog op mijn logeerkamer, maar ik wil jullie heel graag mijn badkamer laten zien. En ik weet dat ik vorig jaar een soort van mini makeover video heb gemaakt van de badkamer toen. Toen had ik wat kleine aanpassingen gedaan, maar wist ik dat er ergens in de loop van de tijd ook nog wat groter zou veranderen in de badkamer. En dat is na 3 keer een scheepsrecht uiteindelijk ook gelukt. Ik heb namelijk een nieuwe vloer in de badkamer. Want de badkamer heb ik, toen ik de woning kocht, waren de tegels van de wand al gedaan. Maar was de vloer nog steeds de oorspronkelijke vloer die er dus al 30 jaar in lag. En ja, dat werd tijd om een keer te vervangen. En ik had ook al echt bijna 2 jaar daarvoor tegels in mijn woning liggen. Maar ja, het kwam er niet van om iemand te vinden die die vloer wilde leggen. Nu is het eindelijk gelukt, dus wil ik jullie gewoon een home tour geven. En dan begin ik met de badkamer. Ook zijn er wel andere ruimtes al zo goed als klaar. Maar je merkt gewoon dat als je niet meer in de klusmodus zit, dat het gewoon lastiger is om te blijven klussen en dingen in huis te doen. Zeker als je er al woont en het gewoon leefbaar is. Dus inmiddels ben ik toch weer bezig en ga ik jullie nu de badkamer laten zien zoals die nu is. Ik ben hier heel erg blij mee. Het heeft even wat voeten in de aarde gehad, omdat ik dus op tegels had die 2 jaar oud waren. En het type verband dat ik eigenlijk wilde, hetzelfde als op de muur, kon niet, omdat ik dan niet genoeg tegels zou hebben. Dus uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om wildverband te leggen en dan zou ik precies genoeg tegels hebben. De eerste keer bleek de vloer toch niet voldoende af te lopen naar het putje. Dus daar had ik het water in de badkamer staan. Nou ja, dat kan gebeuren. Geen probleem. Dus ik heb de deel van de douche toch eruit laten halen en er weer een randje in laten maken. Zodat ik alsnog gewoon droog, of in ieder geval dat de badkamer droog zou blijven tijdens het douchen. En ja, toen belde hij dat hij een tegel had laten vallen. En dat was de laatste hele die er was. Dus uiteindelijk moesten we nog weer op zoek naar of een compleet andere tegel of ergens nog een doos tegels vandaan halen. En de vraag was, ja, zou het dezelfde zijn? Uiteindelijk is het gelukt. En hebben we dus nog de doos tegels gevonden die hetzelfde zou moeten zijn als de tegels die er al in lagen, maar de kans op kleurverschil was aanwezig. Maar goed, ik ben uiteindelijk echt super blij met de badkamer. Dus ik ga jullie dat nu laten zien en ik zal jullie ook een klein kijkje in mijn kast met spiegel laten zien wat er allemaal in staat. En ik hoop dat jullie het leuk vinden en dan gaan we door naar de badkamer. Alright, hier gaat-ie. Dit is de badkamer met nieuwe vloer. Het is dus een donkere vloer, antraciet, bijna zwart. En het geeft zo'n verschil met hoe het was. Dus ik ben er zo blij mee. Verder heb ik eigenlijk geen aanpassingen gedaan. Maar ja, het oogt gewoon echt heel anders. En daar is dus nu de douche met een nieuw putje. En ja, dit is dus het douchegedeelte. Dit bakje is van de IKEA. En zoals je ziet staat die behoorlijk vol. En hier heb ik dus ook nog een origineel bakje wat er al hing. Hij is dus een beetje gammel. Maar ja, wil ook niet anders met alle gewicht wat erop hangt. Met al mijn producten die ik onder de douche gebruik. En ik ben nog zo blij met de vloer. Dus, de wastafel. Nou, hier staan eigenlijk alle spullen die ik gebruik 's ochtends om op te maken. Nou, tandenborstel, handzeep en reiniging voor het gezicht. En dan hebben we hier dus een soort van medicijnkastje. En die ziet er zo uit. Hieronder heb ik eigenlijk alle spullen voor mijn haar. Allemaal poeder en kwasten en nog een reserve van de primer van mijn wimpers. Op dit schap heb ik de deo, oogmake-up remover, allemaal producten voor het gezicht staan.
En hierboven heb ik allemaal maskertjes en elastiekjes. Die bakjes zijn van de Action. Deze trouwens ook. En nou ja, dit is eigenlijk wat ik het meest gebruik samen met de spullen die dus hier staan. En dan heb ik hier mijn krullenmoes en de droogshampoo staat hier achter ook nog. En hier wattenstaafjes en hier boven nog wat productjes, crèmpjes en dergelijke. En dan heb ik hier nog mijn wasbare wattenschijfjes in een bakje van de Action. Plantenspuit gebruik ik voor mijn haar om het nat te maken. Deze plant is van de IKEA. En ik heb hier wattenstaafjes, juist. Geurstokjes van Zwitsal. Highlighter palet en oogschade palet die ik eigenlijk alleen maar gebruik voor de binnenste ooghoek. En hier dus nog wat body lotion, body crème, hoe je het ook wil noemen. En ja, dat was het eigenlijk. Het is geen grote badkamer, maar die vloer geeft zo'n groot verschil in met hoe het eruit zag. Ik zal ook nog wel eventjes beelden van voor en na laten zien. En dan is dit mijn badkamer. Dit is echt de officiële home tour video nummer 1. Want de badkamer is klaar. En ik ben er super blij mee. Dus top. Op naar de volgende ruimte. En wellicht is dat een home tour van een slaapkamer of mijn woonkamer of wat dan ook. Maar in ieder geval, ik wil proberen om mijn huis aan jullie te gaan laten zien. Want ik ben gewoon super blij mee. Ik woon er bijna 2 jaar en ik woon er met heel veel plezier. En nou ja, wellicht hè, dat er de komende tijd gewoon dingetjes gaan veranderen. Zodat ik het echt kan filmen zoals het is. En dat er geen kleine klusjes nog liggen. Zo gaan we ook met de tuin beginnen of zijn we begonnen. En komt er een nieuwe schutting en dergelijke. Dus ja, ik hoop jullie te zien in de volgende video. Bedankt voor het kijken. Doeg!